woord aan Dado voor de webinar zelf. Alsjeblieft, Dado. Dankjewel, Evelien. Goedemiddag iedereen. Bedankt om op vrijdagmiddag tijd te maken voor deze sessie. Mijn bedoeling is om jullie in het komende uur te inspireren rond hoe kan je met sociale media strategisch aan de slag. Mijn naam is dus Dado van Petegem. Ik werk zelf voor Duval Union Consulting, waar wij organisaties helpen met sociale media en eigenlijk alles wat de digitale transformatie betreft. Ik woon zelf in de mooiste stad ter wereld, zijnde Gent, waar wij ook ons kantoor hebben. Nu, voor de mensen die vandaag Twitter gebruiken, zeg ik, je mag mij daar gerust volgen. Maar wat je duidelijk ziet, is dat er heel veel mensen vandaag ook meer en meer naar Snapchat kijken om daar gebruik van te maken. Dus de mensen die al een Snapchat-account zouden hebben en die geïnteresseerd zijn, jullie kunnen mij daar zeker volgen. Je kan dat eigenlijk makkelijk doen door vanuit de Snapchat-applicatie een foto te maken van deze QR-code. En op die manier kan je mij toevoegen op Snapchat. Dat brengt ons meteen bij de eerste vraag, om eens te voelen hoe jullie zelf actief zijn op sociale media. Dus wie van jullie is actief op sociale media? Misschien kunnen jullie dat kort in de chat meegeven. Welke kanalen gebruiken jullie vandaag al actief? En waar wil je graag op de toekomst meer op gaan inzetten? Oké, we hebben daar een poll voor. Dus eenvoudige vraag: ben jij reeds actief op sociale media? Zien jullie nu in beeld? We verwachten daar ook jullie antwoord. Dat kunnen jullie gewoon doen door het juiste antwoord aan te klikken. Maar via de question box horen we graag welke media je reeds gebruikt of actief gebruikt. Dat horen we graag. Dus ik wacht even op de antwoorden die volop binnenlopen op dit moment. Nu, we zijn een webinar bezig over social media, dus ik verwacht wel dat heel wat mensen al op social media actief zijn. En dat zien we ook. 13% van de deelnemers van deze webinar zijn niet actief op social media, of nog niet. 50% is actief, maar nog niet voldoende naar hun eigen gevoel. En 38% is actief op social media en vindt dat ook wel voldoende. Oké, duidelijke resultaten. Super, heel interessant. Ik hoop dat ik jullie kan meehelpen om die stap naar een meer actief gebruik vandaag ook te zetten. Dit zijn vandaag de kanalen die beschikbaar zijn en waar de meerderheid van de organisaties naar kijkt om strategisch communicatie mee te gaan opzetten. Bovenaan Facebook, LinkedIn en Twitter. En dan de rij daaronder en de rij daaronder zijn eigenlijk de nieuwere netwerken waar bedrijven nog niet zo actief gebruik van maken en waar naar mijn mening enorm veel potentieel ligt. Je hebt YouTube. Dan in het midden zie je SlideShare staan, wat een netwerk is van LinkedIn, waar je presentaties zoals deze kan gaan opladen om te gaan delen met andere mensen. Daarnaast zie je Instagram staan, wat ondertussen onderdeel is van Facebook en ook heel veel jongeren aantrekt. Links onderaan het spookje Snapchat, waar op dit moment heel veel rond te doen is. Heel veel jongeren tussen de 15 en de 25 jaar die nu de beweging maken, vooral van Facebook naar Snapchat. En dat is ook logisch, want vandaag zijn mama en papa op Facebook. En zelfs oma en opa hebben ondertussen ook de weg gevonden naar Facebook. Dus vandaar is het voor jongeren interessant om ook eens nieuwe horizonten te gaan opzoeken. Daaronder heb je Pinterest en dan ook nog Google Plus. Google Plus is misschien de minst interessante, maar vanuit pure technische overwegingen is het toch belangrijk om ook dingen op Google Plus te gaan delen. Want het draagt bij tot de ranking die je hebt als organisatie op Google. Dus elke link die binnen het Google Plus-netwerk verschijnt, draagt ook direct bij tot de vindbaarheid van je website. Dus dat zijn eigenlijk vandaag de netwerken die bestaan. Mijn gevoel is dat heel veel bedrijven vandaag inzetten op Facebook, LinkedIn en Twitter. En mijn eerste advies is om ook eens te gaan kijken, zeker als je jongere doelgroepen wil benaderen, om op die nieuwere netwerken te gaan inzetten. Ik kom daar straks zeker op terug. Dus mijn bedoeling is om jullie zoveel mogelijk inspiratie te bieden rond wat je met sociale media concreet kan gaan doen. En daarvoor wil ik graag met jullie onze visie op sociale media kort toelichten. Eerst en vooral wat je ziet is dat de hype rond sociale media een beetje gaan liggen is. Toen je 3 jaar geleden naar een congres ging rond marketing, dan was er altijd heel veel te doen rond sociale media. En vandaag gaat het eigenlijk meer en meer over digitalisering. Maar ik denk dat sociale media nog altijd heel veel potentieel heeft. En mijn voeling, als ik kijk naar de meeste klanten waar wij mee samenwerken, is dat de meeste mensen nog maar 10% gebruiken van het potentieel op sociale media. En dat ze eigenlijk in een soort 1.0-modus zitten en eigenlijk nog heel veel opportuniteit op tafel laten liggen. Dus eigenlijk is mijn eerste toelichting dat
Ik heb het gevoel dat heel veel organisaties vandaag op sociale media aanwezig zijn. Ze hebben een Facebook-profiel of een LinkedIn-account, maar eigenlijk wordt daar niet actief op ingezet. En dan zeggen mensen ook vaak, ja, er komt niet voldoende uit. Maar dat komt er natuurlijk uit voort dat mensen er te weinig tijd voor maken, of er te weinig budget voor voorzien, of er te weinig specialiteit in hebben om echt te weten wat ze er moeten mee doen. En daar wil ik jullie vandaag vooral bij helpen. Dus hoe kan je nu de volgende stap zetten op sociale media? Je hebt misschien al een pagina als organisatie, maar wat kan je nu echt gaan doen om het verschil te maken? En ik zal jullie helpen om inspiratie te bieden aan de hand van ons kader, wat wij noemen de 7 C's of Engagement. Dat zijn eigenlijk de 7 zaken die je met sociale media kan gaan doen. Het gaat over crisis. Hè. Hoe kan je ervoor zorgen dat mensen die op sociale media potentieel negatief spreken over jouw bedrijf, jouw merk, jouw producten, dat je dat onder controle houdt? Het gaat over customer care. Hoe kan je mensen die vragen hebben praktisch rond openingsuren, vragen hoe ze producten moeten gebruiken, hoe kan je die helpen via sociale media? Het gaat ook over closeness. Hoe kan je dichtbij je publiek staan? Het gaat over context, het leren van wat er over je product of merk wordt gezegd online. Het gaat over contentcreatie en dat zal een hele belangrijke zijn. Hoe kan je met de juiste informatie, de juiste content, mensen prikkelen om naar uw pagina's te komen? Het gaat over samenwerking, dan noemen wij de collaboration. En dan op het einde van de rit gaat het natuurlijk ook over conversie, want iedereen hoopt door in te zetten op sociale media om op het einde van de rit ook ofwel iets meer te verkopen of meer aandacht te creëren, een ticket te verkopen. Iedereen wil op het einde van de rit natuurlijk iets uit die activiteiten halen. Ik ga beginnen bij de eerste C. De C die staat voor closeness. En dat is eigenlijk een hele belangrijke. En ik heb hier een foto van de Instagram-account van Obama, waar je Obama ziet samen met zijn vrouw. En eigenlijk is dat een heel belangrijke tendens, waar Obama eigenlijk probeert om op die manier mensen tot bij zich te trekken. Want als je naar die foto kijkt, ja, dan heb je het gevoel dat je met die mensen wel iets wil gaan eten. De vraag is of zij dat ook met ons zouden willen doen. Maar alleszins zorgt het ervoor dat je een bepaalde sympathie krijgt voor Obama en voor zijn vrouw. Een bepaalde intimiteit ook creëert het, hè? Klopt, absoluut. En eigenlijk door het tonen van zijn DNA, door het tonen van een soort blik achter de schermen, zorgt Obama ervoor dat heel veel mensen uiteindelijk tot bij hem terugkomen en misschien op het einde van de rit ook voor hem stemmen. Dus eigenlijk probeert hij door het triggeren van emotie via sociale media mensen dichter bij zijn verhaal te trekken. En eigenlijk zit daar een heel belangrijke les in voor mensen die met een organisatie ook op sociale media actief willen zijn. Van zodra je een stukje emotionaliteit toont, dus zodra je een stuk van je DNA toont, dan zal je zien dat mensen veel sneller op je posts gaan reageren, veel sneller gaan commentaar geven, omdat uiteindelijk mensen niet zozeer zitten te wachten op een product, maar ze zitten eigenlijk te wachten op een stukje emotie. Ik kan er misschien dadelijk op ingaan. Ik krijg hier een vraag binnen. Ik werk vooral B2B. Is emotie dan ook belangrijk? Want allez, u haalt het hier aan. Hele goede vraag. Ik denk zelfs in B2B dat emotie echt het onderscheid maakt. Want uiteindelijk in een verkoopsgesprek B2B is degene tot wie je spreekt ook altijd een mens. En wat ik zie, wij werken ook in een B2B-context, is dat heel vaak het persoonlijke aspect het verschil maakt. Hè? Waarom kiest iemand voor jouw bedrijf? Dat kan de prijs zijn, dat kan de kwaliteit zijn. Maar heel vaak gaat het over, gun ik het Dado om samen met mij te werken en gun ik mijn business aan hem? En met dat soort activiteit op sociale media zorg je ervoor dat je die gunfactor ook in een B2B-context kan activeren. Een van de Belgische bedrijven die daar heel sterk op inzet is Schoenentorfs. Je ziet hier een berichtje op hun sociale media-kanalen. Wat gaat over Octaaf, die lang bij Schoenentorfs heeft gewerkt. En ze wensen hem eigenlijk via sociale media een goed pensioen toe. Ze schrijven er ook bij, het is zijn laatste dag op de baan binnenkort. Als je hem nog eens ziet passeren, leg hem eens extra in de watten. En dat zorgt ervoor dat mensen een echt gevoel krijgen bij die organisatie. En misschien liever bij Torfs langs gaan dan bij Zalando om schoenen te kopen. En dat is eigenlijk het soort content, zou ik zeggen, die op sociale media enorm goed werkt. Dus emotie triggert echt interactie. En eigenlijk mijn belangrijk advies hier, en iets wat heel veel organisaties vergeten te doen, is als je content maakt, maak ook iets dat uit je hart komt. Dus het tonen van je DNA is iets dat op sociale media zeer goed werkt. Het gaat ook over het management die daarin kan betrokken worden. En opnieuw, als je kijkt naar Schoenentorfs, dan zie je bijvoorbeeld dat Wouter Torfs via zijn eigen Twitter-account heel sterk ook inspeelt op dat DNA van de organisatie en minder spreekt over de schoenen die zij verkopen. Dus op het einde van de rit
wil hij natuurlijk ook veel schoenen verkopen. Maar hij probeert mensen niet lastig te vallen met promoties. Hij probeert eigenlijk door het delen van zijn DNA en het DNA van Schoenen Tors mensen dichter tot bij zijn organisatie te trekken. Wie dat ook doet, is Mark Koeken. Sommige mensen houden van Mark Koeken, andere mensen iets minder. Maar wat wel fantastisch is, is dat Mark Koeken zich ook heel sterk als mens positioneert op zijn eigen Twitter-account. En dat zorgt ervoor dat heel veel mensen ook een bepaald respect hebben voor zijn persoon, voor wat hij doet. En hij op die manier ook mensen dichter tot bij zijn activiteiten brengt. Wat mij opviel, hè, want gisteren was het nog in het nieuws, hij is ontslaan of ontslag genomen als in de raad van bestuur van Perrigo. En hij heeft daar niet over gecommuniceerd. Er is wel een persbericht van Perrigo uitgegaan. En hij zelf heeft enkel via zijn Twitter-account gereageerd. Klopt. Vond ik heel, heel ja, pertinent. Ja, absoluut. Ja. Hij heeft zijn Twitter-account gebruikt om mensen op de hoogte te stellen van zijn actie daar. En hij communiceert daar ook enorm transparant over. Mm. En dat is eigenlijk een beetje het verhaal hier van die closeness. U openstellen als glazen huis, zowel het management van de organisatie als de medewerkers, is iets wat heel goed werkt. En waar mensen ook een bepaald respect voor hebben. Nu, als je dat verder trekt, die closeness, het gaat niet alleen over het laten zien van je DNA, het gaat ook over het delen van je historiek bijvoorbeeld. Adidas doet dat heel sterk en heel goed. Zij tonen bijvoorbeeld in hun updates heel vaak schoenen uit het verleden. Mm. En ze tonen eigenlijk op die manier van waar zij gekomen zijn. En bij mensen triggert dat opnieuw een stukje emotie. Je gaat terug in de tijd, je denkt zelf, ja, waar zat ik in het jaar 1950? In mijn geval, ik was er nog niet. Nee. Maar mensen gaan voor een stuk terug mee in de tijd. En dat zijn de posts waar mensen blijven bij stilstaan. Audi doet dat ook heel sterk. Dus zij zullen regelmatig ook eens een model vanuit de jaren 80 delen. Ja. En dan herinner je jezelf van, ah, mijn vader bijvoorbeeld reed met zo'n Audi. En dat zorgt ervoor dat je ook likes krijgt en dat mensen reageren op die berichten. Dus te veel bedrijven zitten vast in het delen enkel van de toekomst, nieuwe producten. Maar iets wat heel sterk werkt, is uw historiek. De eerste foto's van de opening van uw kantoor, de eerste ticketjes, het oude logo. Zijn allemaal mooie voorbeelden waarop sociale media heel veel kan mee doen. En waarop mensen ook met plezier aan terugdenken. Ja, en opnieuw, dit zijn geen commerciële posts. Dit is geen call to action, geen verkoopspraatje. Maar dit is eigenlijk gewoon random content. Klopt. Dat is een heel goede opmerking, Evelien. Wat je eigenlijk ziet, is dat op sociale media jouw product of jouw dienst het slechtste marketinginstrument is. Eigenlijk moet je proberen om via sociale media op een onrechtstreekse manier mensen te benaderen en mensen tot bij u te binden. En op het einde van de rit wil iedereen natuurlijk meer verkopen, maar je moet dat proberen te doen op een onrechtstreekse manier. Coolblue is ook een fantastisch voorbeeld. Mm. Ik denk als je de kans hebt, moet je zeker eens gaan kijken naar wat zij op Facebook, Twitter en andere kanalen doen. Zij proberen ook heel sterk een blik te geven in hoe zij als organisatie groeien. Mm. Je ziet hier bijvoorbeeld de CEO, ja. Piet Zwart, die aangeeft dat ze nieuw terrein hebben geclaimd waarop een nieuwe werf komt van Coolblue. En mensen worden daar enthousiast over. Dus eigenlijk delen zij hun eigen enthousiasme niet alleen in de interne communicatie, maar gebruiken ze dat ook als een stroom naar buiten toe, waardoor mensen het gevoel krijgen dat ze mee betrokken zijn in het verhaal van Coolblue. Deze foto straalt ook enthousiasme en fun uit, hè? Absoluut. En ook dat vind ik een zeer belangrijk punt. Sociale media moeten ook niet te saai zijn. Mm. Ik denk dat het een grote fout is dat bedrijven te veel vastzitten in officiële, een beetje boring communicatie. Ja. En ik wil nog eens terugkeren op de vraag van daarnet rond B2B. Ik denk met name in B2B zijn mensen vaak te saai op sociale media. Mm-hmm. Heel snel maken wij de reflex, we moeten expertise delen. Ja. Corporate informatie, en dat moet een bepaalde serieus hebben. En ik wil niet pleiten voor het tegendeel, dat het allemaal fun moet zijn. Maar het is wel belangrijk om mensen ook een glimlach te geven. En dat is exact wat Coolblue doet. Zij proberen mensen door een post te enthousiasmeren en mensen een goed gevoel te geven. En ik denk dat dat superbelangrijk is. Ik kom daar straks op terug. B2B is niet boring to boring. Okay. En heel vaak is dat de fout die gemaakt wordt, dat op sociale media de content eigenlijk veel te saai is. Oké. Okay. En dat was mijn volgende slide. Oh, voilà. Dus, wat een mooie inleiding. Ja. B2B is niet boring to boring. Super essentieel is een quote van mijn ex-collega Steven van Bellegem. Mm-hmm. En ik geloof daar enorm in. Dus het laten zien van het DNA, de historiek van je organisatie, het enthousiasme waarmee je vooruit gaat, dat zijn de zaken waar je op sociale media content rond moet maken. Ja. Insights, waar ik vroeger heb gewerkt, samen met Steven van Bellegem, doet dat heel goed. Hè. Zij tonen wanneer mensen op bezoek komen in de organisatie. Ze hebben bijvoorbeeld een kantoor in New York. En wanneer mensen daar op bezoek komen, delen ze daar ook foto's over. Dus dat is eigenlijk geen verkoopskanaal voor hen. Want zij weten, als we alleen maar promotie maken over onze
marktonderzoeken, dan gaan mensen eigenlijk ons niet lang volgen. Dus eigenlijk moet je proberen door een verhaal te vertellen, mensen stilletjes aan dichter bij je organisatie te trekken. Bijvoorbeeld als Insights een wafelenbak geeft intern, is dat typisch iets wat ze extern ook proberen te delen op hun kanaal. Wat natuurlijk ook super interessant is voor nieuwe medewerkers. Want heel vaak nieuwe medewerkers zullen eerst gaan kijken naar uw pagina, om daar te zien welk type bedrijf is dit precies. En als je dat soort foto's van Insights ziet verschijnen, dan zien mensen al onmiddellijk wat voor soort cultuur heeft dat bedrijf. En dat kan een reden zijn om daar wel of niet te solliciteren. Ik kan me ook inbeelden dat dit ook een methode is om top of mind te blijven bij je klanten. Absoluut. Ja. En klanten gunnen u dit ook. Hè? Want je kan je de vraag stellen, levert dit iets extra op in directe return? Waarschijnlijk niet. Nee. Maar door het feit dat klanten ook zien van, amai, bij een Insights, ze hebben daar wel een leuke cultuur. Ja. Klanten appreciëren dat ook enorm. Mm-hmm. Dus ik denk dat dat content is die enorm onderbenut is. En dat is een beetje mijn pleidooi ook voor vandaag. Minder saai, meer de achterkant van de organisatie en mensen betrekken bij uw verhaal. Dat is echt iets wat enorm goed werkt op sociale media. Dus om dat stukje samen te vatten, toon meer mensen, toon meer de achterkant van uw organisatie dan uw product of uw dienst. Eigenlijk is onze stelregel dat je maar 1 op de 10 keer iets rechtstreeks over uw product zou mogen zeggen. Dat is een enorm verschil, hè? 1 op de 10 keer, als ik zie wat de meeste bedrijven posten. Allee, buiten uw goede voorbeelden natuurlijk. Ja, de meeste bedrijven zitten in de omgekeerde balans. Ja. Mm-hmm. Die proberen eigenlijk 9 op de 10 keer iets over hun product te zeggen en dan 1 keer iets wat daarbuiten valt. Waarom? Omdat iedereen natuurlijk wil verkopen. Ja. Iedereen die zaken doet, wil op een bepaalde manier snel tot resultaat komen. Maar sociale media werken niet zo. Eigenlijk moet je sociale media bekijken als een marathon die je loopt, versus klassieke media die meer een sprint zijn. En je moet dus bereid zijn om die marathon te lopen en niet met content uit de klassieke media proberen op sociale media mensen te bewegen, want dat lukt jammer genoeg niet. Dus mijn advies, probeer na te denken over je organisatie als een glazen huis en probeer mensen ook laten binnenkijken naast de muren van je organisatie en toon ze wat er binnenin leeft. Daar creëer je wat wij noemen de gunfactor mee. En als je dan nadenkt, hoe moet ik dat organiseren? Dan moet je eigenlijk binnen je bedrijf eens gaan nadenken, wie kan de rol opnemen van bedrijfsjournalist? En dat hoeft geen nieuw profiel te zijn, dat kan iemand zijn die er al werkt. Maar eigenlijk iemand die de verhalen van de organisatie kent, iemand die weet wat er allemaal leeft, die bijvoorbeeld weet dat Octaaf met pensioen gaat, en die dan de reflex heeft om daar iets mee te doen. En dat is voor mij doorslaggevend. Je moet iemand hebben die weet welke verhalen kunnen wij gebruiken, hoe kunnen we die naar buiten brengen. En wij noemen dat de bedrijfsjournalist. Maar dat is dus niet een nieuw persoon noodzakelijkerwijs die je moet aanwerven. Het is alleen iemand die die rol moet opnemen natuurlijk. 50 jaar geleden leek me dat de receptionist te zijn. Die wist ook altijd alles van iedereen. Die alle roddels kennen, alle verhalen kennen. En misschien is dat de juiste persoon ook om hierin te betrekken. En dus voor mij het resultaat van dat soort content te gaan delen, is de gunfactor. Ja. Waarom zou ik mijn geld aan jou geven als bedrijf en niet aan een ander bedrijf? Dat kan prijs en kwaliteit zijn, maar in heel veel gevallen is dat, ik gun het dat bedrijf. Er zit een ziel in dat bedrijf. Die mensen die daar werken stralen een enthousiasme uit. Ik wil daar eigenlijk met plezier mee samenwerken. En dat is eigenlijk superbelangrijk. Dus die eerste C, closeness, gaat over de gunfactor en het tonen van de achterkant van uw verhaal. De tweede C gaat dan heel specifiek in op hoe moet je nu met content marketing aan de slag. En eigenlijk, als je kijkt wat er vandaag over content wordt geschreven, dan gaat het altijd over, je moet relevant zijn. Dat is vandaag het codewoord geworden in marketing. Je moet relevant zijn, want anders volgen mensen je niet. Dus de klassieke marketingaanpak werkt niet meer. En dat is natuurlijk waar. Alleen is het zo dat als iedereen relevant wordt, dat het ook weer moeilijk is om jezelf te onderscheiden. En dat is wat je bijvoorbeeld ziet gebeuren bij banken. Banken maken vandaag een relevant contentplan. En dan schrijft iedereen over hetzelfde. Heel snel komen ze uit bij 7 tips om te sparen of 5 manieren om je hypotheek in kaart te brengen. Dus iedereen brengt uiteindelijk dezelfde relevante content. En daarom is mijn advies om een stapje verder te gaan, niet alleen te proberen relevant te zijn, maar wat wij noemen disproportioneel relevant te zijn. En dat wil eigenlijk zeggen dat je nog een stapje verder gaat. Ik ga proberen om dat concreet te maken, zodanig dat dat duidelijk wordt hoe je daarmee aan de slag kan. Eerst en vooral is het belangrijk om op te merken dat de meeste organisaties op deze manier content proberen te maken. Dus ze denken vanuit hun klassieke organisatie, proberen dan na te denken wie is de doelgroep die wij willen bereiken en wat kunnen wij dus vanuit onze organisatie delen. En ik denk als je het goed wilt doen op sociale media, dat je dit al moet omdraaien en eigenlijk vanuit de doelgroep moet denken en dan pas aan je eigen organisatie. Dus stel dat je een bank bent, dan denk je na wie zijn typisch onze klanten, waar zijn die klanten mee bezig?
En wat kunnen wij dan brengen dat een soort overlap heeft met hun interesses? En dat noemen wij de content sweet spot. Dus in plaats van na te denken, wat hebben wij als bedrijf dat onze klanten zou kunnen interesseren, denk je na, wie is onze klant, waar is die typisch mee bezig en wat kan dan gelinkt worden aan wat wij doen? Ik denk dat hier ook de theorie van de persona's en de klantensegmentatie heel handig kan zijn om toch een gediversifieerd communicatieplan te hebben. Absoluut, absoluut. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Te vaak zien wij bij klanten dat als zij nadenken over sociale media en hun doelgroepen, dat daar bijvoorbeeld staat, wij richten ons op de burger. Als je als overheidsorganisatie, wij richten, maar wie is die burger? Die kan zoveel vormen aannemen. Dus het is heel belangrijk om inderdaad een persona te maken, uit te schrijven wat zijn de verwachtingen van die mensen, hoe gedragen die zich. En dat gaat u direct heel veel inspiratie geven rond het maken van content. Misschien is het dan ook nodig om af te stemmen, niet alleen welke content je brengt voor welk persona, maar ook welke content je op welke sociale media brengt. Absoluut. En dat is ook een veelgemaakte fout. Dat is dat op Facebook, Twitter, LinkedIn en andere kanalen eigenlijk dezelfde informatie verschijnt. En het is enorm belangrijk om andere informatie te delen op Facebook dan op Twitter dan op LinkedIn. Want daar werk je voor andere doelgroepen die allemaal een andere taal hanteren op dat specifiek medium. Dus probeer niet één iets te maken dat je dan deelt op al die netwerken. Je moet echt de moeite doen om per netwerk specifiek een ander plan te maken. Nu, dat hoeft niet moeilijk te zijn. Ik ga jullie een paar inspirationele voorbeelden geven van bedrijven die disproportioneel relevant proberen te zijn. Het eerste is iets wat we allemaal kennen, de Michelin-gids. En daar hebben ze nagedacht, ja, wat kunnen wij doen rond de context van banden? En eigenlijk ben je al heel snel uitgepraat. Je kan het eens hebben over winterbanden en zomerbanden en bandenspanning. Maar dan heb je het zo wat gehad. Dus eigenlijk hebben zij nagedacht, wat kunnen wij maken dat disproportioneel relevant is? En zo zijn ze uiteindelijk gekomen tot de Michelin-gids. Wat eigenlijk achterliggend het idee was dat mensen meer zouden rijden en daardoor uiteraard ook meer banden zouden verbruiken. Eigenlijk is de Michelin-gids het klassieke oeroude voorbeeld van content marketing. Dat is eigenlijk de eerste speler die daarmee aan de slag is gegaan. Een tweede voorbeeld dat we allemaal kennen is de Guinness World Records boek, die iedereen kent en eigenlijk initieel gestart is bij de marketingmanager van Guinness, het bier, die dacht, hoe kan ik nu meer mensen bier laten drinken die aan de bar zitten? En toen is hij op het idee gekomen, wat is het nu een boek maken met verhalen voor de cafébaas, die op die manier verhalen kan brengen aan de mensen die aan de toog zitten, om ervoor te zorgen dat ze zo lang mogelijk ter plaatse blijven. En dat is uiteindelijk het Guinness World Records boek geworden, wat tot 2011 eigendom is geweest van Guinness, maar dan is het zo groot geworden dat het uiteindelijk verkocht is en het nu een merk op zichzelf is geworden. Vind ik wel een leuk verhaal, want ik had de link met het bier echt niet meer gelegd. Het is een product op zich geworden eigenlijk. Klopt. En daar zit eigenlijk ook wel het belangrijke stukje waar je moet over nadenken. Het is belangrijk om disproportioneel relevant te zijn, maar het is ook belangrijk om nog altijd de link te houden met wat je doet. En eigenlijk zijn Guinness en de Michelin-gids daar net iets te ver in gegaan, waardoor dat mensen het product op zich ongelooflijk goed kennen, maar niet meer direct de link leggen met het merk. Nu, wat eigenlijk mijn belangrijkste advies hier is, in die content sweet spot, als je 9 op de 10 keer niet over je product mag spreken op sociale media, dan moet je eigenlijk nadenken over de context waarin je product of dienst wordt gebruikt. Mm-hmm. En dus eigenlijk moet je wat wij noemen je content context opschalen. Dus ik ga een concreet voorbeeld geven. Stel je bent een wijnmerk. Als wijnmerk kan je relevant zijn door te zeggen waar is de wijn gemaakt, wie is de familie die erachter zit, mm-hmm. wat is het verhaal achter de wijn, de druivensoort. Maar het probleem daar is dat iedereen natuurlijk hetzelfde doet. Ja. Dus hoe kan je dan disproportioneel relevant zijn? Ik weet niet of jij een idee hebt, Evelien, wat je zou kunnen doen. Het linken misschien aan foodpairing. Dat is het eerste wat in mij opkomt, maar ik ben natuurlijk misschien ook wel een beetje bevoorrad. Absoluut. Nee, ik vind het een heel goed idee. Wat je ook zou kunnen doen als je kijkt naar deze foto, als wijnmerk zou je perfect kunnen zeggen, hoe moet je een tafel inkleden? Stel, je familie komt op bezoek. Of je krijgt belangrijk bezoek en de tafel moet volgens de etiketten ingedekt zijn. Daar bestaan vandaag wel tips rond, maar die zijn her en der verspreid. Dus een wijnmerk zou kunnen zeggen, wij claimen de contentstroom waarbij we mensen helpen om een tafel op een leuke, hippe, volgens de etiketten manier in te dekken. En dat zijn dan manieren om mensen tot bij u te trekken. Een ander voorbeeld in disproportionele relevantie zou kunnen zijn dat wijnmerk zegt, we gaan alle bars in Leuven bijvoorbeeld in kaart brengen waar je op een gezellige manier wijn kan gaan drinken. En ze delen dat als wijnmerk. Dus eigenlijk alles wat niet direct over het product of de wijn zelf gaat, maar de context daar rond, is eigenlijk iets wat op sociale media zeer goed kan werken. Dan loop je wel het gevaar dat ook de andere merken wijn verkocht worden door jouw campagne.
Dat klopt. En eigenlijk is dat op zich zo erg niet, want als je de eerste bent, ben je eigenlijk altijd de eerste die top of mind blijft. En dat maakt het eigenlijk zo boeiend. Dus probeer jezelf uit te dagen, niet vast te blijven zitten in je product of je dienst, maar probeer iets verder na te denken en de context te gebruiken waarin je product wordt gebruikt. Een ander voorbeeld naast de wijn is Solutius. Solutius is een van de merken van Colruyt Groep, die leveren aan bedrijven die geen warme keuken hebben. En zij hebben een product waarbij dat ze u een box kunnen leveren waar alles in zit om een receptie te organiseren. En zij hebben nagedacht, hoe kunnen wij nu aansluiting vinden met die doelgroep die wij willen bereiken? En daarom hebben ze een site gecreëerd, Feestjes op het Werk, waar ze eigenlijk alle tips geven hoe dat je een feestje op het werk wel goed kan organiseren, ervoor zorgen dat er niets uit de hand loopt. En dat je eigenlijk veel inspiratie hebt om leuke dingen te doen samen met collega's. En op het einde van de rit willen ze natuurlijk ook die boxen verkopen. Maar ze doen dat niet door direct die boxen te promoten, maar door dus eigenlijk heel het verhaal te brengen rond hoe organiseer je een leuk feestje samen met collega's en van daaruit dan op het einde van de rit te verkopen. Dus onthoud hier vooral, 9 op de 10 keer op sociale media zou het niet over je product mogen gaan. En ik denk, als je zelf kijkt naar je eigen Facebook-posts, dat wellicht voor de meerderheid van de mensen het net omgekeerd is op dit moment. Ik heb een relevante vraag van het Innovatiecentrum. Wij zijn inderdaad ook bezig met het Social Seeder-programma. Dus wij willen ook meer mensen bereiken via Facebook, Twitter, LinkedIn. En wij worstelen een beetje met die 9 op de 10 posts die niet over het Innovatiecentrum of onze relevante events zouden moeten gaan. Maar als we dan bijvoorbeeld heel concreet, we hadden een filmpje gepost, moet er dan nog een duidelijke link zijn naar onze website? Of is het gewoon. Oké, het gaat over innovatie. We zijn blij dat er over wordt gedacht en een filmpje wordt bekeken en daar stopt het. Een heel goede vraag, Evelien. Ik denk dat de link naar de website zeer belangrijk is. Alleen het berichtje dat er staat met de foto daarbij zou niet direct over het product mogen gaan. Maar dan kan je wel bij zijn in hetzelfde bericht, meer informatie op onze website. Trouwens, voor de mensen die nu aan de computer zouden zitten, als je straks, en de meesten onder jullie zitten wellicht achter de computer, als jullie straks tijd hebben, ga eens gaan kijken naar de Facebookpagina van Solutius. De laatste post die zij nu op de pagina hebben gezet, gaat over avocado's. En eigenlijk willen zij promoten dat ze nu avocado's ter beschikking hebben. En ze hebben eigenlijk een hele goede post gemaakt die niet gaat over direct verkoop of koop die avocado's, maar wel linkt naar de website. Dus eigenlijk ze brengen een leuke post en dan staat daar onderaan ook wel de link naar de site om door te klikken waar je de avocado's kan kopen. Maar dat is niet het eerste item dat je ziet staan. Oké, duidelijk. Nu, het is ook belangrijk, content kost natuurlijk tijd, kost in sommige gevallen ook budget om het te laten maken. En wat je ziet is dat heel veel bedrijven daar een beetje in vastzitten, van ja, we moeten het allemaal maken. Maar voor mij is het belangrijk, je kan ook heel veel hergebruiken. Of je kan ook gewoon heel veel vinden op het internet. Als je op zoek gaat binnen Pinterest bijvoorbeeld, kan je leuke quotes vinden, kan je mooie afbeeldingen vinden. Dus je hoeft niet alles zelf te maken. En ik denk dat bedrijven die met content bezig zijn, soms iets te snel weten, ja, we moeten budget gaan inzetten om die content te maken, terwijl ze eigenlijk zouden kunnen gaan terugkijken in het verleden of dingen kunnen gaan vinden op het internet om iets mee te gaan doen. En mag dat allemaal? Mag je dingen hergebruiken? Goeie vraag. Als je bijvoorbeeld een video van YouTube mag je embedden, omdat uiteindelijk de link naar de originele video er altijd in zit. Hetzelfde geldt voor SlideShare, hetzelfde geldt voor Instagram. Dus je kan via de embedcodes van die specifieke content items altijd teruglinken naar de En originele dan mag post. het. En dan mag Oké, het. duidelijk antwoord. Als dat niet zo zou zijn, dan is het natuurlijk van belang dat je de credits bijgeeft, zodat je teruglinkt naar de initiële post en dan mag je dat altijd doen. Oké, duidelijk. Nu, uiteraard mag je ook nadenken binnen mijn organisatie, wat kan ik dan brengen naar de doelgroep? Dus het hoeft niet altijd over de doelgroep zelf te gaan, maar dat is eigenlijk in tweede fase pas. Dus probeer na te denken vanuit de doelgroep zelf, niet vanuit de organisatie. En in een tweede fase, dan kan je dat glazen huis terugbrengen waar we het daarnet over gehad hebben. Nu, dat is het strategische kader. Iets waar ik zelf ook enorm in geloof, is wat wij noemen de poetry of the posts. Klinkt romantisch. Ja, en op een vrijdag Ja, namiddag. moet dat kunnen. Nu, de poetry of the post gaat eigenlijk over het feit dat de manier waarop dat je dan je post brengt op sociale media, dat je dat eigenlijk goed in de vingers moet hebben. En wij zien bij veel van onze klanten dat de mensen die daar de pagina beheren, dat dat heel veel verschil maakt. Als iemand het goed doet, versus iemand die het niet zo goed in de vingers heeft, dat maakt een enorm verschil of dat een berichtje goed werkt of niet. En eigenlijk kan je het best zelf vergelijken met vrienden die je volgt op sociale media. Je hebt vrienden die prachtige foto's kunnen maken van een zonsondergang.
En dan heb je vrienden die hetzelfde proberen te doen en daar is dat dan net iets minder. En dat is eigenlijk de poetry of the post. Sommige mensen kunnen een leuke Facebook-post maken en andere mensen hebben dat net niet in de vingers. En dat maakt eigenlijk een enorm verschil. Ik heb een paar voorbeeldjes, maar voor ik die laat zien, het is belangrijk om dus eigenlijk je tone of voice te bepalen. En wat je daar ziet staan, die verschillende assen, gaat over formeel naar informeel, van serieus naar funny, enzovoort. En sowieso is mijn advies om de schuivertjes op sociale media altijd meer naar de rechterkant te brengen en niet te veel vast te zitten, zoals ik al in het begin zei, in die serieus en het formele karakter. Probeer net iets meer op te schuiven naar de rechterkant. Soms gaat het heel simpel over een smiley. Als je op Facebook bijvoorbeeld een post plaatst en je plaatst daar een smiley bij, dan creëert dat sowieso al iets meer enthousiasme dan als die smiley daar niet staat. Dus je moet een beetje kunnen loslaten en ook de taal spreken die op sociale media wordt gebruikt door mensen zelf. En op Facebook valt dat ook niet uit de toon, terwijl als je op een website iets dergelijks zou zetten, dat klopt, zou wel uit de toon vallen. Inderdaad, ja. Ja, goede vergelijking. Nu een paar voorbeeldjes, zoals gezegd. Het eerste is van Ryanair, waar je de tweet ziet staan die Ryanair heeft gepost op het moment dat ze zijn live gegaan. En je moet het maar eens lezen. Dus daar zie je, het laatste zinnetje maakt een enorm verschil. Had dat er niet bij gestaan, ja, mensen gingen daar niet zoveel aandacht aan gespendeerd hebben. En je ziet ook onderaan hoeveel keer het is geretweet, hoeveel mensen absoluut het gefavored hebben. En dat is voor mij de poetry of the post. Dus eigenlijk moet je net die kwinkslag hebben om mensen te enthousiasmeren en hen eigenlijk te raken terwijl ze op een korte manier door hun kanalen browsen. Ja, en ze nemen zichzelf ook niet te serieus. Klopt, absoluut. Ja. Een ander mooi voorbeeld is Telenet, die deze post een tijd geleden heeft geplaatst. Dit kreeg mijn vader op zijn 6 jaar, dit kreeg ik op mijn 6 jaar en dit kreeg mijn zusje op haar 6 jaar. En eigenlijk is dat een situatie waarin iedereen zich herkent. Absoluut. Wat dus ook enorm veel geretweet is. Ja. Dus herkenbare situaties, wij noemen dat social objects. Eigenlijk moet je proberen om iets te brengen dat mensen zo goed vinden dat ze het willen verder delen in hun eigen netwerk. Ja. En als je daarin slaagt, dan denk ik dat je op sociale media heel goed bezig bent. Maar stel je dus voor dat Telenet daar een promotie had gezet voor een nieuw telecompakket. Ja, de meerderheid van de mensen zit daar niet op te wachten op sociale media. Dus dat zou ook geen interactie opleveren. Dus de vraag die Telenet zich moet stellen, ja, we willen meer verkopen, maar ze kunnen bij veel meer mensen op de radar geraken door dit soort dingen te doen, dan direct te proberen verkopen wat eigenlijk niet werkt. Iets wat zeer goed werkt op sociale media, wat ook kadert in die social objects, zijn quotes. Mm-hmm. Samen met mijn collega Jo heb ik een tijdje geleden een boek geschreven rond digitalisering. En dan dachten wij na, wat kunnen wij nu brengen dat mensen echt kan inspireren, zonder de cover van het boek of er is een nieuwe editie. En daar hebben we eigenlijk alle interessante quotes uit het boek gehaald. En we delen die nu op geregelde tijdstippen via afbeeldingen. En deze foto hebben we gemaakt via quotescover.com. Wat een gratis website is, waar je dit soort lettertypes kan gebruiken, afbeeldingen kan toevoegen. En ook zoals je onderaan ziet, je website kan toevoegen. Ja, en meer moet dat eigenlijk niet zijn. Nu, het is heel belangrijk, heel veel mensen als ze quotes gebruiken, gaan dan naar klantentestimonials. Ja. En dat is dan de slechte vorm van quotes. Aha. Want opnieuw, niemand zit te wachten op een klantentestimonial. Dat is heel plezant voor je eigen organisatie. Maar op sociale media zit niemand te wachten op iemand die over jouw bedrijf zegt hoe fantastisch het was. Het is ook zeer voorspelbaar, die inhoud. Absoluut. Dus eigenlijk moet je zoeken naar quotes die mensen herkennen en die ze opnieuw zelf willen verder delen, omdat het zo interessant is dat ze het met een netwerk willen verspreiden. En dan uiteindelijk zien mensen onderaan dat het over digitaltransformationboek.com gaat, klikken ze door en dan kopen ze misschien ons boek. Dus op het einde van de rit willen wij natuurlijk dat mensen ons boek kopen, maar we proberen dat te doen opnieuw op die indirecte manier. Nog een aantal voorbeelden van quotes, iets wat zeer goed werkt ook op Instagram. En er zijn verschillende manieren om ernaar te kijken. Of je brengt zelf quotes uit je eigen organisatie, maar je kan ook op zoek gaan naar quotes die bijvoorbeeld al op Pinterest bestaan en die kunnen gelinkt worden aan wat je doet als organisatie. Dus ofwel zijn het quotes die je zelf bedenkt, ofwel zijn het dingen die je zoekt op Pinterest, op Instagram of andere kanalen. Maar onthoud vooral, geen klantentestimonials, geen saaie quotes, want daar zit niemand op te wachten. Nog belangrijk is inspelen op het moment. Dat is ook een deel van de poetry of the post. En eigenlijk irriteert mij dat soms een beetje dat bedrijven misbruik maken van dingen die gebeuren in de actualiteit. Een praktisch voorbeeld is Moedertjesdag of Vadertjesdag, waar je dan ieder bedrijf ziet die de vaders en de moeders op dat moment een gelukkige dag wensen. Maar eigenlijk misbruiken ze dat moment voor zichzelf.
En dus eigenlijk is mijn advies, als je inspeelt op een top-topical, hè, zo noemen ze dat dan, probeer dan ook iets toe te voegen. En dit is een voorbeeld van bol.com. Op het moment dat de nieuwe paus werd verkozen, heerlijk. En toen hebben zij dit gebracht, hè, onze rookmelder zal het in ieder geval niet ontgaan, ja, dat brengt een glimlach op mensen hun gezicht, en dan voeg je iets toe aan de conversatie. Maar dus niet gewoon platvloers, zal ik maar zeggen, inspelen op die top-topicals, daar voeg je eigenlijk geen waarde toe. Dus probeer altijd iets te zoeken waarmee je net dat stapje verder gaat. En een fantastisch bedrijf, vind ik zelf, die daar goed op inzet, is Jules de Strooper. Een Belgisch bedrijf, absoluut de moeite waard om eens naar hun Facebookpagina te gaan kijken. Ze hebben bijvoorbeeld koning Filip hier een gelukkige koningsdag gewenst, een verjaardag gewenst, op een manier waar mensen echt ook willen mee interageren. Dus niet op de saaie manier opnieuw, maar door iets toe te voegen, ook een smiley te gebruiken, een leuke foto erbij. En zo zie je dat daar ook veel interactie uit voortkomt. Ze doen dat op verschillende momenten. Ik ga niet alles in detail voorlezen. Maar je ziet hier bijvoorbeeld de dag van de zorg, waar ze op inspelen. Mm-hmm. En waar ze eigenlijk de vraag stellen aan mensen, ken je iemand die we eigenlijk eens in de bloemetjes zouden moeten zetten, omdat die goed voor anderen zorgt? En zo zorg je ervoor dat je dat persoonlijk maakt en dat je dat moment niet gewoon misbruikt, maar iets toevoegt aan heel het verhaal. Dit vind ik zelf ook een fantastisch voorbeeld. Het gaat over de voetbal. Het probleem dat veel mannen kennen en veel vrouwen natuurlijk. De man wil naar de voetbal kijken, de vrouw niet. En dus eigenlijk hebben zij hier mooi op ingespeeld door te zeggen van kijk, je kan met een Jules de Strooper box de vrouw toch gelukkig maken en zorgen dat je toch naar de voetbal mag kijken. Ik vind dat goede, herkenbare situaties die mensen ook appreciëren. Dus probeer op het moment in te spelen, maar voeg iets toe en doe iets creatiefs of iets leuks. Ja. Nu, dan gaat het natuurlijk ook over het format waarin dat je iets brengt. En ik heb het gevoel dat er veel bedrijven vastzitten in tekst. Dus ik heb al gezegd, quotes en afbeeldingen werken heel goed. Maar wat je hier ziet staan op deze pagina, zijn eigenlijk verschillende vormen om content te brengen. Denk bijvoorbeeld ook aan podcasts, waar je via audio, wat ik zie dat meer en meer mensen doen in de wagen, in plaats van naar de radio te luisteren, luisteren naar interessante podcasts. Je kan mensen uitnodigen om een gastblog te schrijven op je website. Je kan nadenken over whitepapers, die mensen dan moeten downloaden, waar meer informatie in staat dan in de blogpost. En het kan gaan over webinars, zoals dit format, waar ik enorm in geloof en waar ik zie dat meer en meer mensen naar op zoek zijn. Dus ook vanuit je eigen bedrijf kan je nadenken, wat zouden wij met webinars kunnen doen om onze experten aan het woord te laten, om die manier informatie te brengen aan mensen. Dus eigenlijk is dit een soort pagina die je kan uitprinten om na te denken als je content maakt, in welke vorm kan ik het gaan brengen om soms iets creatiever te zijn dan enkel puur de tekst. Ja, absoluut. Adidas zet daar zeer zinvol op in via Instagram. Aan de rechterkant zie je ook een filmpje tegen roken. Dat zijn korte 15 seconden spotjes die vandaag op Instagram zeer goed werken, waar ik zelf ook enorm in geloof. Dus die korte videoformats, zeker op Instagram, ook op Facebook, daar zitten heel veel mensen op te wachten. Je ziet hier het voorbeeld van de bal. En dus we gaan terug in de historiek en tonen eigenlijk hoe de bal is geëvolueerd over de tijd. SlideShare is ook een kanaal waar ik enorm in geloof, en ook in die format. Zoals gezegd, daar kan je een soort presentatie opladen, waar mensen kunnen doorbladeren. En eigenlijk is dat een makkelijke manier om ook eens een verhaal op een visuele manier te gaan brengen. In plaats van alles in tekst uit te schrijven, kan je een presentatie opladen over je bedrijf, of over een van de producten van je bedrijf, of een verhaal dat je wilt brengen, en op die manier SlideShare gebruiken als kanaal. Ik denk dat daar wel een mogelijke valkuil is, dat je toch heel veel tekst gaat willen willen neerschrijven om volledig te zijn. En ik denk dat dat misschien ook iets is waar wij vaak naar streven, maar dat ook niet altijd nodig is, dat volledig zijn. Klopt. Hoe korter het beter. Dat is een heel goede opmerking, Evelien. Hoe korter het is op sociale media, hoe beter. Dus we hebben hier een voorbeeld rond wat we gedaan hebben voor Schoenen Tors. Daar zitten eigenlijk te veel slides in. Eigenlijk, als je zegt van we maken 10 slides, en dat zijn 10 afbeeldingen die leuk zijn om naar te kijken, meestal werkt dat beter dan een deck van 50 slides of van 100 slides. Inderdaad, vanuit die volledigheid. Dus hoe korter je berichtjes op sociale media, hoe beter. Zowel video, tekst, webinars enzovoort. Hoe korter het is, hoe beter het werkt. Een site waar ik heel sterk in geloof en die iedereen kan gebruiken, is Giphy. En Giphy is eigenlijk een website waar je zelf GIFs kan maken. En GIFs zijn eigenlijk een aaneenschakeling van foto's die op een korte manier worden getoond na elkaar. Dus je kan er zelf ook gaan zoeken. Als je binnen de site van Giphy bepaalde kernwoorden intikt, dan vind je GIFs terug die je kan gebruiken op Facebook bijvoorbeeld. Of je kan zelf 5 foto's opladen die je dan eigenlijk aan elkaar lijmt als een soort korte video.
Dus eigenlijk is dat een heel simpele manier om toch bewegend beeld te maken, zonder dat je echt iets moet filmen of dat je een bureau moet inschakelen om voor jou iets te creëren. Dus Giphy is een gratis website, de URL staat er onderaan bij. Absoluut de moeite waard om eens te bekijken. Een leuke tip. Doet me denken aan de kleine animatiefilmpjes die we vroeger maakten met zo'n boekjes. Ja, absoluut. Ja. Ja, het ligt in dezelfde lijn. Iets wat recent ook is gelanceerd is Live van Facebook. Dus op dit moment kan je eigenlijk als pagina, als bedrijf, via de Live-knop van Facebook rechtstreeks uitzenden. Dus dat wil zeggen, als je als bedrijf bijvoorbeeld een open bedrijvendag hebt of er is een evenement gaande, dat je eigenlijk via één druk op de knop op Facebook rechtstreeks dat evenement kan streamen naar alle mensen die je binnen Facebook volgen. En eigenlijk is dat een nieuw format dat net bestaat, waar absoluut heel veel uit te halen valt. Want Facebook geeft het zelf heel veel aandacht, omdat het nieuw is. Ze willen het ook in de kijker zetten. Dus als je als bedrijf iets wil livestreamen, snel iemand aan het woord wil laten, of je hebt een evenement, is live binnen Facebook echt iets waar je moet op inzetten. Nu, als ik terugkijk naar de voorbije jaren en wat er over sociale media vaak is verteld, dan heb ik het gevoel dat heel veel mensen geadviseerd zijn dat het aantal mensen dat u volgt niet van belang is, zolang er maar voldoende kwaliteit is. En ik ben daar ten dele mee eens. Maar anderzijds denk ik ook dat je alles moet proberen doen om toch zoveel mogelijk mensen in je community op je pagina te betrekken. Nu, je mag dat niet doen door in Indië mensen te bestellen die klikken op je pagina, want dat is in het verleden heel vaak gebeurd, Ja, hè, de absoluut. beroemde clickfarms. Want daar heb je niks aan natuurlijk. Dus het moet wel gaan over echte mensen. Maar je kan het zelf een duwtje in de rug geven. Weet, als ik kijk naar Twitter, heel veel bedrijven hebben een Twitter-account. Maar ze doen eigenlijk niet de moeite om zelf eens mensen te gaan volgen die op Twitter actief zijn. Dus als ik een account start als bijvoorbeeld het Innovatiecentrum, dan kan ik zelf vanuit die account alle journalisten gaan volgen die bijvoorbeeld bezig zijn met innovatie. Of alle mensen gaan volgen die bezig zijn met innovatie. En wat er dan gebeurt is, die mensen krijgen zelf een melding: het Innovatiecentrum volgt u nu. Wat eigenlijk voor hen de call to action is om u terug te gaan volgen. Dus voor mij is dat onderbenut potentieel. Als je een Twitter-account creëert, probeer zelf dat mensen te gaan volgen, want dat is eigenlijk de reflex om ervoor te zorgen dat ze jou ook kunnen terugvolgen. En zorg er ook voor dat overal waar dat je de kans hebt, dat je je sociale media-accounts ook in de verf zet. Ik probeer dat te doen op mijn business cards. Ik probeer dat te doen op onze website. Ik probeer dat te doen op deze slide via Ad-Datum van Petegem. Dus eigenlijk elke kans die je krijgt om mensen te tonen waar ze jou kunnen volgen, moet je benutten. Denk ook aan de klassieke folder. Denk aan de receptie van uw organisatie. Overal waar je kan, de e-mails die je uitstuurt in de handtekening, moet je proberen om mensen te tonen waar ze je kunnen vinden. Want als er één ding is, Evelien, wat ik al geleerd heb, is dat mensen lui zijn op sociale media. Dus ze gaan niet de moeite doen om jou zelf te gaan zoeken. Eigenlijk moet je ze bijna tot bij jou brengen. Absoluut. Zeer belangrijk ook is dat het belangrijk is om collega's uit te nodigen. Dat is iets wat we heel vaak zien wat niet gebeurt. Als je een bedrijfje bent van 5 mensen of je bent een bedrijf van 100 mensen, eigenlijk maakt het niet veel uit, maar je moet ervoor zorgen dat mensen weten binnen het bedrijf waar ze jullie kunnen volgen op sociale media. En wat heel goed werkt, en daar hebben wij verschillende keren mee geëxperimenteerd, is dat je mensen, collega's binnen het bedrijf, een korte opleiding geeft of kort toelicht waarom zitten wij nu op sociale media en waarom zou je ons daar moeten volgen. Dus medewerkers zouden eigenlijk je eerste ambassadeurs moeten zijn en op zijn minst zouden ze de pagina moeten volgen. Want zij zijn de eerste die zullen liken en zullen delen. Ik heb hier een vraag van Bas. Hoe vind ik die innovatieve mensen op Twitter? Want je hebt dan die lijst gegeven, maar hoe kan je dan ook nog de juiste mensen vinden? Ik denk dat het belangrijk is om op Twitter dan te zoeken op de juiste hashtags. Dus je kan zoeken op hashtag innovatie of hashtag vernieuwing of hashtag change. Dus eigenlijk moet je eens gaan zoeken welke hashtags worden er specifiek gebruikt in jouw context. En van zodra dat je een aantal mensen vindt die interessant zijn, kijk ook eens welke hashtags zij gebruiken of welke mensen zij zelf volgen. En dat is eigenlijk een manier om terecht te komen in het netwerk waar je actief wilt zijn. Oké, duidelijk. Nu, ik wil jullie ook een platform meegeven voor de mensen die Instagram gebruiken, waar zeer veel potentieel in zit om op een automatische manier mensen te volgen. En dat was voor mij in de begindagen van sociale media not done, dat je iets zou automatiseren. Maar ik heb nu een platform gevonden, Instagress, wat eigenlijk fantastisch goed werkt. Dus voor de mensen die een Instagram-profiel willen namaken, bijvoorbeeld het Innovatiecentrum, dan kan je via Instagress zeggen: wij willen automatisch elk berichtje dat getagd is met hashtag innovatie, automatisch gaan liken binnen Instagram.
En op die manier natuurlijk kom je terug op de radar van al die mensen die daarmee bezig zijn. En is dat een reden voor hen om jou terug te volgen? In de basis is Instagram gratis. Ik denk dat je 3 dagen kan experimenteren. En nadien kost het een paar dollar per maand. Dus het is echt zeer goedkoop. En dat werkt fantastisch goed. De testen die we daarmee gedaan hebben, geven echt hele goede resultaten. Dus het is eigenlijk een manier om een beetje op een geholpen manier op de radar te komen van andere mensen. En geeft dat geen risico's? Want stel dat er bepaalde berichten gepost zijn met die gewenste hashtag, maar toch niet in de juiste sfeer of een, ja. Je kan ook bijvoorbeeld concurrenten in. Stel, er is Ja. een concurrent en die gebruikt ook die hashtag. Je kan ook binnen Instagram bepaalde filters inzetten. Oké. Dus berichten die in deze context zijn of van die account afkomstig zijn, Ja. die willen we niet liken. En Oké. op die manier vermijd je dat er inderdaad situaties zijn die je niet voorzien had. Oké. Dat brengt ons dan bij care, een heel belangrijke component. Dus je creëert openheid via die closeness. Je brengt relevante content die disproportioneel een stapje verder gaat. En dan natuurlijk is er de vraag: wat als er iets misgaat? Wat als iemand negatief reageert? Eerst en vooral, ik denk dat het essentieel is dat je een platform hebt waarmee dat je monitort wat er over je merk wordt gezegd. En misschien wil ik kort eens de vraag stellen of dat jullie in de chat kunnen reageren. Wie heeft al een monitoringstool? Waarmee dat je dus eigenlijk op permanente basis weet wat er over je product, merk of bedrijf wordt gezegd. Ja, ik krijg hier het antwoord dat ik zelf ook al in gedachten had, Google Analytics. Of Ja, ja. of de Google Alerts. Ja, Google Earth. Ik denk dat ze dat bedoelen. Ja, Ja. inderdaad. Voorlopig is het nog een beetje stil aan de andere kant van de lijn. Aarzel niet om wat tips mee te geven. Wij gebruiken ook Google Alerts. Ja, ik denk dat Ja. dat een van de meest gebruikte is ook hoor. Google Alerts is een goede tip. Het is eigenlijk een gratis tool van Google zelf, waarbij je een aantal sleutelwoorden kan ingeven. En dan stelt Google je op de hoogte van zodra dat er een berichtje verschijnt. Nu, de meest professionele tool die vandaag in de Belgische markt wordt gebruikt, is Engager. Wordt wel gebruikt door typisch iets grotere organisaties, want het kost, ik denk, €6.000 in de basis. Dus dat is natuurlijk, ja, Ja, dat is afhankelijk van al de een investering. grootte, is al een grote investering. Maar denk aan de Colruyt Groep, denk aan NMBS, dat soort bedrijven, MIVB, De Lijn, gebruiken Engager om eigenlijk met de mensen van de klantendienst alles op te volgen wat er op sociale media wordt gezegd. Nu, er zijn twee goedkopere varianten die net iets beter zijn dan Google Alerts, maar die een stuk goedkoper zijn. En de eerste is Mention.net, waar je voor $99 per jaar toegang krijgt tot eenzelfde instrument zoals Engager. Het is iets minder uitgebreid, maar voor een organisatie die niet over die grote budgetten beschikt, is dat een fantastisch instrument. En daarnaast heb je ook Brand 24. Eigenlijk zijn ze aan elkaar gewaagd. Sommige mensen houden meer van Brand 24, andere van Mention. Maar mijn voorstel zou zijn: probeer die allebei eens uit. Je kan een gratis trial aanvragen op beide platformen, om dan voor jezelf te beslissen wat werkt voor mij het best. Maar als je goed op sociale media actief wil zijn, is het van belang dat je op zijn minst monitort wat wordt er over ons gezegd. En dat zijn twee platformen die daar echt toegevoegde waarde bieden. Het zijn ook kansen, hè? Als iemand iets post waar je meteen op kan inspelen of ja. Absoluut. En ik zou ook aanraden, niet alleen op het negatieve. Een grote fout is dat heel veel bedrijven bang zijn: wat als er iets over mij negatief wordt gezegd? Maar ik alle positieve berichtjes links laten liggen. En dat is iets wat ik consequent doe. Als mensen iets naar mij tweeten, positief, dan zal ik altijd reageren. Uiteraard ook op negatieve berichten. Maar het expliciet reageren zorgt ervoor dat je een soort persoonlijke band ontwikkelt. En veel te vaak zie ik dat bedrijven enkel een like geven Ja. in plaats van echt te reageren. Oké. Dus stel op je Facebookpagina zegt iemand: ik was echt verrast door de snelle service. Doe dan echt de moeite om te zeggen: beste Dado, we appreciëren sterk jouw feedback. We proberen er alles aan te doen om inderdaad zo goede mogelijk service te leveren. Tot de volgende keer. En dan eventueel een smiley erbij. Ah Daar ja. creëer je echt een persoonlijke connectie met mensen. Dus probeer niet alleen angstvallig te kijken naar de negatieve zaken, maar zeker ook die positieve in een goed daglicht te zetten. Ik heb hier een voorbeeldje van een negatief bericht. We hebben ooit ImmoWeb geholpen bij de start van hun sociale media activiteit. En ik herinner mij nog goed het allereerste bericht van Herman Wallijn op Was geen de cadeau. Facebookpagina. Het was geen cadeau. Ik zou zeggen: lees het eens kort en denk dan eens na: wat zou je als ImmoWeb doen om hierop te reageren? En eigenlijk is de eerste vraag die je jezelf moet stellen: zou ik hierop reageren of niet? Ik weet niet wat jij denkt, Evelien. Ja, ik denk dat ook naar aanleiding wat je net gezegd hebt, dat reageren sowieso nodig is, maar ik vind het wel geen eenvoudige, want je wilt geen
geen verhaal creëren, wat weer met een woord en een weerwoord op Facebook, lijkt mij niet de juiste manier van werken. Klopt. En eigenlijk het eerste belangrijke advies hier is wat wij noemen the good, the bad, but not the ugly. Ik heb daarnet gezegd, je moet reageren op de goede dingen. Ja. Je moet uiteraard ook reageren op de negatieve dingen, maar niet op de zaken die over de schreef gaan. Ah. Maar eigenlijk, als je kijkt naar het berichtje van Herman, dat is een typisch voorbeeld van een bad. Ja, hij dus geeft niet kritiek, ugly. Maar hij gaat niet over de schreef. Ja. Dus mensen die racistisch zijn, seksistisch zijn, zaken zeggen die er niet thuis horen, ja, daar hoef je uiteraard niet op te reageren, mag je zelfs deleten. Maar mensen die negatieve feedback hebben, die moet je eigenlijk wel beantwoorden. Want dat is iets op sociale media natuurlijk wat je niet mag doen. Dat is de negatieve berichtjes gewoon weghalen of onder de mat schuiven en denken dat het dan verdwijnt. Want daar maak je mensen soms nog kwaader mee dan als ze in de eerste plaats al zijn. Nu, dan is de vraag, hoe reageer je daarop? En daar heb ik een tweede heel simpel stelregeltje voor. Dus het eerste is the good, the bad, not the ugly. Het tweede is wat wij noemen de EPO-methode. Het is toch zo actueel. Ja. Het is makkelijk om te onthouden. En de EPO staat eigenlijk voor drie zaken. De E in het begin staat voor empathie. Mm-hmm. Het is belangrijk als iemand negatief reageert om altijd begrip te tonen voor het feit dat die persoon zich niet 100% comfortabel voelt. Ja. Ik ga een praktisch voorbeeld geven. Bol.com, als je daar een pakketje bestelt en ze worden niet op tijd geleverd, je klaagt. En het eerste wat ze dan op Twitter gaan reageren is, beste Dado, dat is jammer om te horen. En dat zorgt er al voor dat heel veel van mijn kwaadheid of irritatie wegvalt. Dus toon dat je begrip hebt voor de situatie waarin die persoon zit. Het tweede is, maak het ook persoonlijk en blijf positief. Beste Dado, als aanspreek. Ja. Mm-hmm. En zorg dan ook voor dat je eindigt in je bericht met de naam van degene die het plaatst. Ik ga daar een praktisch voorbeeld geven. We hebben Belfius een lange tijd geholpen in de bankensector. Op het moment dat het niet zo goed ging met de banken, dus ze hebben wel heel wat negatieve berichtjes binnengekregen. En ze hebben een test gedaan, als we antwoorden met vriendelijke groeten het Belfius-team, of met vriendelijke groeten Nathalie, dan zagen ze dat mensen op de persoonlijke berichten veel meer nuance toepassen dan ten opzichte van het grote Belfius. Dus eigenlijk door persoonlijk te reageren, zorg je er ook voor dat mensen begrip hebben voor die situatie, omdat het makkelijker is om kwaad te zijn op een grote bank, dan het makkelijk is om kwaad te zijn op een persoon. Is het toevallig dat Nathalie een vrouwennaam is? Of, Dat is een goede vraag. Nee, ze hebben er ook effectief mannen die het doen. Dus de vrouw of man speelt niet zo heel veel rol. Het is wel belangrijk dat het echt is. Ah ja, dus het is geen fictief personage. Het is geen fictief personage. Ook gekund, hè? Bij Belgacom hebben ze lange tijd Belgacom Eva gehad. Maar eigenlijk was dat dan Bram. Ja, dat is natuurlijk ook niet zo fijn. Maar mensen komen vroeg of laat dat ook wel te weten. Okay. En dan het laatste van de EPO-methode is open voor een oplossing. Je moet er natuurlijk wel voor zorgen dat mensen op het einde van de rit een antwoord krijgen op de vraag. Nu, ik keer eens terug naar die post van Herman Wallijn. En dan zie je ook wat Imoweb heeft geplaatst als reactie. Dus beste Herman, persoonlijk. Ja. Bedankt voor je reactie, jammer om dat te horen. Is het stukje empathie. En dan, als je graag nog bijkomende feedback over Imoweb wil delen die niet werd bevraagd in de enquête, kan je ons steeds contacteren via en dan een e-mailadres. Mm-hmm. En dat e-mailadres is zeer belangrijk. Want als ze die vraag stellen zonder dat e-mailadres, dan komt Herman natuurlijk terug op de pagina om daar te antwoorden. Ja. Maar dus op het moment dat mensen kritisch zijn, proberen ze dan altijd af te leiden naar een telefoonnummer, naar een e-mailadres of naar een privébericht, zodanig dat de doos van Pandora niet wordt geopend op uw pagina, maar dat ze hun feedback gekanaliseerd kwijt kunnen. Nu, mijn bedenking is dan, ik zie daar cva@imoweb.be staan. Had daar niet beter echt een volledige naam gestaan? Absoluut. En als je dan de lees verder bekijkt die daar stond, mensen konden doorklikken en dat was het met vriendelijke groeten Karel. En eigenlijk was de naam Karel en dan zijn achternaam. Maar het is absoluut terecht, Evelien, het had beter geweest dat het duidelijk geweest waar het e-mailadres naartoe leidt. Dus de EPO-methode en de good, the bad, not the ugly zijn eigenlijk twee makkelijke stelregels om te weten hoe ga ik nu om met negatieve feedback op sociale media als die er al zou komen. Nu, ik heb hier een voorbeeldje van de antipool van de EPO-methode. Ik stel voor dat je het kort leest. Het is een voorbeeld van Bpost, niet uit Nederland, Bpost België, uit 2012, dus al een hele tijd geleden. Maar je moet maar eens lezen wat er voorgevallen is. Oké, duidelijk. Er is een hondje doodgereden en de klacht daarover was ongegrond volgens de post. Dat klopt. En dan is de vraag, hoe reageer je daar nu natuurlijk op?
En dan ga ik eens laten zien wat Bpost heeft gereageerd. En je moet eens voor jezelf nadenken of dat een goede toepassing is van de EPO-methode of niet. Oh ja, wij zijn niet aansprakelijk. Het is nogal redelijk afstandelijk. Dus eigenlijk zit daar bijna niks van emotie Nee, in. absoluut. Als je door die post leest, dan zie je ze zijn eigenlijk naar hun legal departement gegaan. Die hebben gezegd, ze kunnen ons niks maken. En dat hebben ze bijna letterlijk vertaald op de pagina. En ik geef dit voorbeeld, want het is door de customer care manager van bpost zelf op een groot congres gepresenteerd. En die zei, wij hebben pagina's, wij hebben een strategie. Maar als wij zo slecht reageren op berichtjes die binnenkomen, dan kunnen we er beter mee stoppen. Want op die manier doen we ons meer schade dan dat we er onszelf goed mee doen. Dus op de juiste manier kunnen reageren is eigenlijk ook hier weer de poetry of the post. En als je onthoudt de EPO-methode waar het voor staat en dat effectief toepast op een negatief bericht, dan zal je zien dat in 99% van de gevallen dat je er op een goede manier mee wegkomt. En niet zoals WePost hier, door eigenlijk 0,0 emotie te laten zien en mensen eigenlijk ja, voor een stuk voor een muur laten staan. Uiteindelijk is de bedoeling om te komen tot een community op sociale media. Ik denk dat we door onze tijd heen zijn. Je ziet de andere C's nog staan. Het is dus ook van belang om ervoor te zorgen dat je kan samenwerken met mensen. Daar geloof ik enorm in, ambassadeurs. Ja. Ik heb daarnet al gezegd, medewerkers zouden nu eerste ambassadeurs moeten zijn. Eigenlijk zouden ze niet alleen je pagina moeten volgen, maar ze zouden ook op hun eigen LinkedIn-profiel, op hun eigen Twitter-account of op hun eigen Facebook-pagina mee moeten helpen om de berichtjes die je maakt ook zelf te helpen verspreiden. En dan gaat het niet alleen over het kader, hè? Het gaat echt over iedereen. Ik denk dat zelfs de Absoluut. poetsvrouw en de Zou kunnen onderhoudstechnieker. meehelpen. Ja, absoluut. En daar zit voor mij eigenlijk de holy grail van sociale media. Dus zorg ervoor dat je 9 op de 10 keer niet over je product of dienst spreekt, maar breng content die vanuit je hart voortkomt, zodat mensen door de emotie effectief getriggerd worden en niet door het promotionele karakter, want dat werkt niet op sociale media. En zorg ervoor dat je ambassadeurs hebt die graag met u uw content helpen verspreiden. En eigenlijk in de basis zouden dat op zijn minst al uw medewerkers moeten zijn, uw collega's. Als je die kan activeren, dan ga je zien dat je een heel groter bereik, of veel groter bereik kan krijgen dan dat je vandaag al hebt. Oké, dankjewel Dado voor deze zeer interessante uiteenzetting. Ik geef nog even mee dat we de slides ter beschikking stellen en ook de opname wordt nog ter beschikking.